Bij mijn vrije tijd loop ik heel graag door de natuur. En als je veel in de natuur loopt, dan vallen ook allerlei dingen op. En een van de dingen die ik zelf wel echt heel opvallend vind, is hoe weinig vlinders ik de laatste tijd zie, vergeleken met een aantal jaar geleden. En ik ben degene die dat dan waarneemt, maar is dat dan ook wel echt? Is dat wel waar? En daarom is het goed dat we zo'n fantastische databron hebben als Compendium van de Leefomgeving, waar over een lange tijdsperiode het verloop van allerlei trends, allerlei leefomgevingsindicatoren staan. En ik ben heel blij dat wij als Planbureau voor de Leefomgeving ook met die duiding ook kunnen bijdragen aan het Compendium van de Leefomgeving. Het is de kracht van 4 instituten samen die het Compendium van de Leefomgeving een heel krachtig instrument maakt. Jarenlang werkte ik als beleidsmaker bij provincies en heb daar vanuit die rol gezien hoe belangrijk het is om op basis van feiten en op wetenschappelijke inzichten beleid te kunnen baseren, ongeacht de politieke wisselingen van bestuur. Belangrijk iets wat we als Compendium met elkaar leveren en voor mij een belangrijke reden om hier bij het RIVM aan de slag te gaan. Die gegevens over de fysieke leefomgeving die halen we uit de emissieregistratie of via onze meetnetten, bijvoorbeeld over luchtkwaliteit of grondwaterkwaliteit. En in dat kader wil ik het belang van vrijwilligers nog benadrukken, bijvoorbeeld met dit buisje wat in de natuurgebieden in Nederland wordt opgehangen door vrijwilligers en op basis waarvan wij de ammoniakdepositie bepalen, wat we weer delen via het Compendium voor de Leefomgeving. Als natuurkundige heb ik altijd gewerkt aan landbouw, milieu en natuur. Nu werk ik bij Wageningen University and Research en probeer ik de leefomgeving groen te houden en nog groener te maken. Als directeur ben ik trots dat we samen met andere instituten een bijdrage leveren aan het Compendium voor de Leefomgeving. Onlangs hebben we bijgedragen aan de kwaliteitsbepaling van de natuurtypen volgens de index Natuur en Landschap. Deze index NL beschrijft de verschillende natuurtypen in Nederland en is de basis voor de natuurbeheerplannen van de provincies. Ik vind het erg belangrijk onze kennis te delen en te gebruiken voor maatschappelijke toepassingen. Het CLO is daarvoor een belangrijk en informatief samenwerkingsplatform. Vijfentwintig jaar geleden mocht ik als jong onderzoeker cijfers leveren aan het eerste Milieucompendium. Dat was toen nog in boekvorm. Ik was er ontzettend trots op. De cijfers gingen over broeikasgassen. Deze indicatoren zijn nog steeds terug te vinden op het huidige CLO. Als directeur Leefomgeving geef ik nu leiding aan teams die veel informatie leveren aan het CLO. Denk hierbij aan trends van vogels en vlinders, maar ook veel informatie over milieu en energie. We zijn er trots op als CBS dat we dit vorm kunnen geven samen met onze partnerinstituten. Op de site is veel informatie te vinden voor journalisten, wetenschappers, beleidsmedewerkers en burgers.